Goedendag, deze dinsdag staat toch wel een teken van mooi lenteweer. In een groot deel van het land begon de dag zo. Mooie blauwe luchten en rustig weer. Echt wel een mooi lentebeeld. Maar in het zuiden van het land was het toch nog wel bewolkt vanmorgen. Vielen nog een paar laatste buien die snel naar België wegtrokken. En de afgelopen 24 uur is toch wel weer lokaal 20 mm regen gevallen in die hoek van het land. De landerijen zijn al daar behoorlijk nat. Maar het wordt daar nu ook beter. En op de satelliet zien we het ook gebeuren. Die bewolking die trekt weg naar België. En Nederland is nu op dit moment grotendeels vrij van bewolking. Voor de rest zien we een paar mooie stapelwolken ontstaan op het laatste beeld. En dat gaat ook het beeld voor de rest van de dag zijn. Wat verder opvalt is dat er een groot veld met lage bewolking en mist klaar ligt op de Noordzee. En vanavond en vannacht gaat het over het land heen trekken. En dan is het voor morgen nog maar even de vraag hoe zonnig het gaat worden. Op de computeranimatie zien we die lage bewolking eigenlijk amper terug. Dit is het Duitse ICOM-model. We zien wel wat flarden op de Noordzee klaar liggen. Die lijken op te lossen. Maar er zijn genoeg modellen die dat niet toelaten. En ik verwacht ook dat op morgen het beeld een stuk minder positief zal zijn dan deze computerberekening nu laat zien. Wat verder opvalt is dat we onder een hoge drukgebied liggen. Storingen blijven op gepaste afstand. En dat hoge drukgebied zal later in de week wat meer positie innemen richting Noord-Europa. Waardoor de wind van noord naar oost draait bij ons. En uiteindelijk ook warmere lucht vanaf het continent ons kan bereiken. En dan gaat de temperatuur toch wel aardig de lift in. Vanmiddag is het dus ook een vrij mooi lenteweer. En een groot deel van het land vrij hoge temperaturen, 18, 19, op enkele plek misschien zelfs al 20 graden. Maar in het noorden is het met een wind vanaf zee toch wel een paar graden koeler. En voor de rest ontstaan er een paar stapelwolken. En zeker op de Wadden zou het later vanmiddag ook wel eens bewolkt kunnen raken door dat veld met die lage bewolking. Vanavond en vannacht trekt die lage bewolking uiteindelijk het land op. Komt zo halverwege de nacht te liggen over het midden van het land. En tegen de ochtend bereikt het dan ook de zuidelijke provincies. De temperatuur daalt voor die tijd nog naar een graad of 8, maar onder het wolkendek is het veelal een graad of 10. Morgenochtend is het dan waarschijnlijk eerst lange tijd bewolkt. Valt het weerbeeld echt wel tegen, zeker in het westen van het land. Daar kan de bewolking zelfs dik genoeg zijn voor een spatje motregen. Maar vanuit het oosten lijkt het wolkendek voorzichtig te gaan breken. En zeker in het oosten van het land verloopt de middag toch vrij vriendelijk. Met een paar stapelwolken en zon bij een graad of 17. Maar in het westen denk ik dat het allemaal wel tegen gaat vallen. Blijft het waarschijnlijk bewolkt en dan blijft die temperatuur dus ook wel aardig achter. Donderdag is dat niet het geval. Die bewolking en lage mist die lossen toch wel snel op en dan komt de zon er beter bij. In de loop van de dag wel wat stapelwolken of wat middelbare bewolking die overtrekt. Het blijft droog en bij niet al te veel wind uit noordelijke richting wordt het 15 tot 20 graden. En dat warmere weer zien we ook de rest van de week terug. Die temperatuur gaat eigenlijk alleen maar verder omhoog. De wind gaat namelijk draaien naar het oosten. En zeker tijdens het weekend verwachten we temperaturen royaal in de 20 graden. In het zuiden van het land zou het zelfs op zondag 24 of met geluk 25 graden kunnen worden. Na het weekend neemt de kans op een paar buien wel toe. En in die warme lucht kan het ook zomaar eens met onweer zijn. Ik wens u een fijne dag.